Hey, hey. Hallo. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Nee, we zijn vandaag weer in het origineelste concept van alles wat ik ooit gedaan heb. Namelijk GTA 5 mods. En we zijn hier met deze Amazing Superhero. Ik weet niet hoe die heet. Hij heeft een R, dus we geven hem de naam Robert. We zijn met superheld Robert. Dat is de meest superheld naam die je kan bedenken. Robert. Robert, dat ben jij. Ja, we zijn hier vandaag niet zomaar als deze bekende superheld Robert die jullie allemaal kennen. Wij zijn namelijk om een geïnfecteerd... Oh, dat is een moeilijk woord. Stukje van de stad te bekijken. Namelijk, er is hier een gedeelte van de stad dat niet helemaal meer goed is. Dat is het gedeelte van de stad is gewoon helemaal opgepeuzeld door de natuur. En dat is niet goed, jongens. Dus het doel wat wij vandaag gaan hebben, jongens, is we moeten als Robert de superheld, jullie kennen hem allemaal, Robert, jullie favoriete kinderheld, het geïnfecteerde gedeelte bekijken. En that's it. That's it. We kijken het alleen maar meer niet. We gaan alleen naar kijken. We nemen het op ons in. En that's it. Daar houden we het gewoon bij. 2000 likes. Anders drink ik jullie cola op. Jullie kennen het allemaal. Kijk, dan ga ik eerst even de Robert's eerste superkracht laten zien. Dat is namelijk dit. Het is echt... Wow! En dan kan hij gewoon vliegen. Hoe cool is dat? Hij kan gewoon vliegen zoals dit. Het is echt... Robert, hij kan snel vliegen. Hij kan zelfs nog sneller vliegen. Hij kan nog sneller vliegen. Hij kan echt heel snel vliegen. Maar kijk jongens, Robert heeft al de eerste gedeelte van de geïnfecteerde... Ik kan niks zien, wacht even hoor. Robert heeft besloten om te wachten tot de ochtend, jongens. Dat is allemaal Robert's keuze. Accepteer Robert's keuze. Het is ochtend, maar kijk wat wij gespot hebben. We hebben hier een kraan gespot. Nee, die kraan die hoorde daar volgens mij. Maar we hebben bomen gespot. Jongens, het eerste gedeelte van de stad is al opgepeuzeld. Hier, daar heb je het. Normaal zitten hier helemaal geen bomen. Dat is niet goed. Robert, dat heb jij gedaan. Dat heeft Robert gedaan. Nee, we hebben hier al het tweede gedeelte hebben we al gespot. Kijk. Ook meer bomen. Meer bomen. En hier, jongens, jullie zullen het vast verbazen. Nog meer bomen. Waar komen ze vandaan? Maar kijk wat Robert hier gespot heeft. Het is erg, jongens. Het is echt heel erg. Het is helemaal bebost en verlaten. En het geïnfecteerde hart, jongens. Hier is het. Het hart. We hebben het gevonden. We gaan de ingang even zoeken. Oké, daar zijn we dan. We gaan kijken of we kunnen kijken. We gaan kijken of we kunnen kijken. Vind ik een hele goeie. Joink. Kijk, hij is echt super snel springen. Dat is gewoon zijn superpower. Hij kan alleen springen en vliegen, meer niet. Oké, daar zijn we. We gaan... Ik heb geen idee wat ik ga doen. Hier is een ingang. Dus we gaan even kijken of we er doorheen kunnen routen. Ik weet het niet zeker namelijk. Misschien wel. Kijk, ja, we springen gewoon overheen. En dan landen we. Kijk waar we gaan landen. Auw. Waar zijn we? Wat is hier gaande? Hier is nog helemaal niks gaande. Oh, kijk. Hier heb je de eerste barrière. En we gaan er even overheen. Kom op, Robert. Joink. Oh, god. Waar landen we? En... Oh, damn! Oh, jongens, ik heb een beetje erheen al gekeken voor de opname. Puur om te kijken of alles werkt. Maar ik heb nog niks onderzocht, don't worry. Oh, die crap, dit is wel echt sick. Kijk, nu is het wel eigenlijk weer tijd voor een beter weertje. Robert, je moet heel even wachten. Kijk, nu is het mooier weer. Nu is het mooier weer. Dankjewel, Robert, voor je geduld. Oh, die crap, jongen, kan je in de bus? Natuurlijk kan je in de bus. Dit vind ik oprecht wel cool. Het is oprecht cool. Het is helemaal... I don't know, man. Het is helemaal volgroeid en bebost. Het is gewoon verlaten. De stad is gewoon letterlijk verlaten. Dit gedeelte van de stad dan in ieder geval. Holy crap, dit is echt sick. Dit vind ik oprecht echt sick gedaan. Het is ook die bomen en zo. Het is gewoon een beetje... I don't know, alsof de stad... Dat over het geïnfecteerde wat ik allemaal verteld, klopt natuurlijk allemaal niet. Dat is gewoon om het interessant te maken voor jullie. Oh. Max, je bent echt fake. Ik vind het oprecht wel cool om gewoon te laten zien. Ik dacht dan, weet je, ik zag het op GTA 5 mods. Ik denk, ja, dit ga ik laten zien aan de lieftallige kijkernties. Holy... Oh, je kan ook naar binnen. Is dit ook... Oh, dit is helemaal niks mee aan de hand. Je kan hier ook naar binnen. Wat is hier binnen dan? Je kan hier niet naar binnen. Er staan de stoplichten. Zijn er nog? Welk gedeelte van de stad is dit normaal? Oh, dat paard. Ik heb nog steeds geen idee. Maar er staan wel allemaal verlaten auto's. En helemaal alleen maar krotten en zo. En ik mag lopen, want het stoplicht... Kijk, het stoplicht zegt dat ik mag lopen. Wat is er nog meer? Ja, dat is vooral een beetje... Ja, bosjes en auto's. Maar jongens, dit is nog niet het enige. Ik heb nog veel... Nou, veel meer. Ik heb nog meerdere plekken die ik wil laten zien aan jullie. Die ook zo geïnfecteerd zijn als deze. Die prullenbak die kan omvallen. Dat is een nep prullenbak. Prullenbakken vallen helemaal niet om. Wat heb je verder nog? Het is vooral bos, blaadjes en andere gekke shit. Het is vooral verlaten gewoon. Wel heel cool. Het is wel oprecht heel cool gewoon. Als ik het zo zie, even snel doorlopen of doorspringen. Joink. Joink. Hey, dit is volgens mij waar ik net was, hè. Dit is volgens mij waar ik net was. Ja, kijk, hier ging ik erin. Oké, volgens mij is dit het. Niet de video.
Maar we hebben nog meer om te laten zien. Zo, hij kan weer vliegen. Heel goed, Robert. Dat doe je hartstikke goed. Oké, dit gedeelte hebben we helemaal bekeken, doorzocht. Oké, we hebben informatie in ons opgedaan. Kijk, dit gebouw zit ook helemaal onder de bomen. Ik kan er nog wel even één keer overheen vliegen als het gewoon heel zonnig is. Kijk hoe snel Robert is, joh, in het vliegen. Het is echt insane. Nee, maar ik vond het leuker om het een beetje met een duister weertje te doen. Maar ik kan nog één keer misschien, zo is dit toch wel mooier om te laten zien. Ik vind het zoveel mooier. Waarom liet ik het in allemaal vieze smoggy shit zien? Dit is toch eigenlijk gewoon veel mooier om het op deze manier te laten zien. Dat het zo verlaten is. Ik ga gewoon de rest zo laten zien. Dan zie je veel meer groen en veel leukere dingen. Veel mooier zo. Maar goed, Robert die gebruikt zijn superpower met vliegen. En die gaat even naar een nieuw plekje toe die hij aan jullie wil laten zien. Er is hier, als het goed is, namelijk een... Oh, er is ook een park. Dit is niet eens die ik nu wilde laten zien. Dit is ook iets wat ik wilde laten zien, maar die wilde ik pas later laten zien. Nou, weet je. Robert, het is je gegund. Je mag eerst het verlaten trailerpark laten zien. Deze vond ik ook heel cool. Hier heb ik namelijk helemaal nog niet zoveel van gezien. Alleen maar screenshots. Ik denk, nou weet je, ik zet hem er maar gewoon in. Maar kijk bijvoorbeeld dit, wat ik nu zie. Deze hele kapotte truck gewoon. Dit is toch fucking sick? Dit is toch gewoon echt heel sick? Het is gewoon allemaal verlaten. Kan ik naar binnen? Dat vraag ik me af. Kan ik naar binnen? Ik kan gewoon naar binnen. Ik wil bijna zeggen, ik kan niet naar binnen. Ik kan gewoon naar binnen. Dat is gewoon cool. Dat is gewoon heel cool. Wat heb je nog meer? Je hebt hier nog alleen maar containers. Het is een soort verlaten trailerpark dit. Het is allemaal... De hele episode staat in de trend... Oh, daar gaat een karton. Van verlatenheid. Maar hier, kijk. Dit is echt mooi gemaakt. Ik vind het oprecht gewoon... Kijk hoe mooi het eruit ziet. Dit wil ik thuis. Dit is zo mooi ingedeeld. Kijk. Bam. Een podium. Maar dit park staat hier normaal altijd al. Dit trailerpark. Alleen nu is het al helemaal... Ja, nu is het gewoon helemaal bebost. Kan ik beter zeggen. Want normaal is dit niet zo bebost als nu. Normaal valt het altijd wel mee hoe erg het is. Kijk, hier kan je ook naar binnen. Of kan dit al normaal? Dit kan misschien al normaal. Weet je, ik ga naar het volgende. De volgende plek vond ik nog cooler om te laten zien. Kijk jongens, de volgende plek, die zat hier, wist die water, maar dan moet je niet letten. Maar kijk, we hebben eerst dit. We hebben eerst het treinspoor dat helemaal onder de bomen zit. Nou, van binnen is het niet zo interessant om te zien. Maar als je er zo van afstand naar kijkt, die hele brug is gewoon fucked up. Die is gewoon niet meer te gebruiken. En dan het hele gebied hier. Normaal zitten hier ook wel bomen en zo, maar niet zo erg als dit moet je zien. Kijk dan. Het hele gebied is gewoon helemaal fucked up. Hoe fucking sick is dat hier ook, dit? Dat is echt sick gedaan. We gaan er gewoon even doorheen vliegen. We gaan er even doorheen vliegen. Eigenlijk moet ik er even doorheen rijden, weet je? Gewoon hoe een normaal persoon het zou... verwerken. Kijk, ik heb aan Henkie gevraagd of ik zijn rakettenauto even mocht lenen. Puur om er heel even doorheen te rijden gewoon. Het is echt gewoon sick. Het is hier, dit is ook helemaal onder de bosjes en de bloemen en de planten. Oh jee. Oké, dat ging goed. Hier, er begint hier zelfs op het zand. Er begint gewoon mos te groeien. Hoe sick is dat? Je hebt hier een jump. Die gaan we of course nemen. Damn, dit is echt sick. Het is echt heel sick gedaan. Oh jee. Oh, en... Yoink! Oh damn, dit was een bad idea. Damn, man. En het coolste gedeelte. Hier, absoluut de brug. Deze hele brug is gewoon bebost. Helemaal bebost. En het hele gebied erbij. Alles. Maar de brug gaan we natuurlijk weer even overheen lopen. Dat gaan we natuurlijk even doen hier. Dat is net zoals dat stadgedeelte daar, weet je. Dat is helemaal bebost. Helemaal gewoon naar de yeeters. Imagine dat je gewoon in GTA Online... Zo, waar land ik? Imagine dat je gewoon in GTA Online zit en dat in één keer de brug... Hoe cool zou dat zijn? Dat ze gewoon zo in één keer een verlaten update toevoegen of zo. Dat ze gewoon een verlaten update toevoegen. Waardoor de hele map er gewoon zo uitziet zoals dit. Hoe sick is dat? Hier moet je zien, al die gekke shit. Allemaal, hier liggen zelfs stenen. Dat was in dat andere gedeelte niet. Dat vind ik wel cool dat ze hier aan stenen hebben toegevoegd. Oké, de bus hier. Misschien dat ik alleen door de bus hier erin, hier eruit. Ja, en dan kan ik erdoor. Hey, Big Brain. Jesus Christ, ik zie helemaal geen shit. Spring even, Robert. Roberto, there you go. Joink. Nou, het gaat ook gewoon oneindig door. Althans, oneindig. Ik kan gewoon helemaal niks zien. Ik kan gewoon helemaal niks zien hier. Kijk, daar is het einde al. Damn, man. Heel mooi gedaan. Echt heel sick gedaan. Joink! Moet je zien ook van afstand hoe mooi het is. Als je hem gewoon als superheld, want iedereen is natuurlijk een superheld, dus zo doorheen komt vliegen zo. Mooi man, want het normaal ziet er veel anders uit. En jullie weten vast wel hoe het er normaal uitziet. Helemaal bebost. Maar goed, jongens, de aap is weer terug. En als de aap weer terug is, dan weten jullie allemaal wat dat betekent. Dan is het helaas het einde nabij.
En de aap betekent ook maar één ding. Erik. Dus ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. De aap kan ook net zo hoog springen als Robert. Robert is niet de enige met superpowers, maar hij is wel de beste met superpowers. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie vaak willen dat ik mod shit ga doen, je hebt GTA 5 mods, zo heet die site. Zoek het maar eens op, zoek daar wat leuke dingen uit en comment het maar gewoon, weet je. Comment maar gewoon wat jij nou echt denkt van, hey, makkes te plakkes. Dat vind ik nou echt leuk als je dat gaat doen. Verras me, doe iets geks, weet ik veel wat je allemaal wil dat ik ga spelen en ga testen en zo. Maar abonneer dan maar eventjes, we hebben bijna de 80.000, we gaan echt belachelijk snel ineens met al die subscribers. Dus ik weet ook niet waar het vandaan komt. En je weet wat ze zeggen, ik spreek je later, glaasje water, ik tel... Tot 4. En een flesje bier. Dus dank jullie wel. Tot de volgende keer. Spreek later. Tot de volgende keer. Abonneer. Likes. Zie je later.